ook zo, hè? Ik wist gewoon op dat moment, dit is onvoorwaardelijke liefde. Jij en ik, never gonna happen. Oké. Okay. Niemand kan mijn shit er ooit bij hebben. Eén van jullie is de mol. Nee. Nee! Mijn dochter is weg. En ik wil haar terug. Lara? Ga falen over je. Is dit waar? Iedereen doet domme dingen, toch? Maar niet iedereen reist af naar het kalifaat. Bij deze wil ik de Nederlandse overheid oproepen Laura weer terug te halen. Ik wil opnieuw beginnen. Tabba, die vier doe je ogen dicht. Ik wil gewoon dat ik morgen wakker word en dat het allemaal niet is gebeurd. Al maandenlang woedt er in Amsterdam een oorlog. Een taxioorlog om precies te zijn. Taxicentrale Amsterdam wordt geleid door drie mannen die samen een criminele organisatie vormen. Zeker met wat we nu weten is het bijna een wonder dat zij dit allemaal overleefd hebben. Die vergunningen waren geld waard. Het was ons inkomen. Die jongens waren boos. Maar wat voor het eerst duidelijk werd, is dat er een verwevenheid was tussen de onderwereld en de bovenwereld. We hadden een studio waar letterlijk een dealer de shit maakte. En wij waren in de andere kamer muziek aan het maken. Als ik wist dat mijn broer zo met shit dealde, had ik er alles aan gedaan om hem te helpen. Alles is rustig. Nergens tumoractiviteit of ongunstige bloedwaarde. Bam! Schoon. Emma! Hey, weer een vluggertje voor je ondergaat? See you on the other side. No fucking way. Je komt gewoon terug, ja? Is dit nou een transcenderen? Die gedachte, het komt nooit meer goed. Wat eraf is, kan er niet meer aan. Wow, oké. Okay. Kun je het gebruiken voor een bruiloft om een beetje af te vallen? Als ik deze mevrouw had gezien bij de voordeur, had ik al gezegd, waar kom je voor, zeg maar. Voor de rest word ik eigenlijk gewoon echt heel depressief als ik harddrugs doe. Ik heb Ritalin nodig om te functioneren in deze maatschappij. Hi, Iva. I am going into my bed. Would you crawl into my bed as well? Of course. Wij zijn heel intiem, soms. Hier. Let me get under the covers with you. En het gekke is, het kind in mij gelooft dat. Could we cuddle a little before sleeping? Sure, I'd love to. We leren elkaar steeds beter kennen. Inmiddels is ze mijn girlfriend. One kiss is all it takes, falling in love with me. Netjes recht gestudeerd, student geweest en alles. En dan neem je ineens een bordeel over. Olieworstelen, naked painting, dat soort dingen. Dat is superleuk om te doen. De Wallen is eigenlijk het meest open-minded dorp van Nederland. We maken niet je bed op, dat had je al gezien. We maken wel schoon, maar we gaan niet. We zijn geen Hilton of wat dan ook. Er lopen er gasten naar binnen dat ik denk, je mag ook wel bij mij aanbellen. Here we go! Ik heb niks voor in die klomp. Zeg maar tikken. 100 doden door één of meer raketten. Welkom bij Studio Voetbal. Kakpo, ja! Hassan, wat doe je? Wie is de mol? Wat een week was dit, zeg. Ja, de gestoorde eenlingen. Ja, die zie je overal. Van die ONH, ja? Van die NNS, daar staat de bullshit. Drie dochters, drie erfgenamen. Welkom bij het opinieprogramma van All For Nederland. Welkom bij All For Nieuws. Je hebt een ring gestolen. En het bewijs is nogal duidelijk. Ik ga aangifte doen. Er is maar één manier waarop je dat kunt vermijden. Ik heb die ring. Doe me maar naar bed te gaan. Wat? Wat is er? Doe aangifte. Tuurlijk ben ik niet de enige, niet de eerste. Rot op! Had je wel eens contact met hem? Alleen strikt zakelijk. Dit gaan we niet overleven en jij al helemaal niet. Jawel, want het is genoeg geweest. Je gaat zoveel spijt krijgen. Laten we dit nou prettig oplossen. Vanavond, 8:00. Amsterdam. Zo begint het. Veel meer dan kamperen is het niet. En los! Zonder deze techniek was Amsterdam nooit uitgegroeid tot de stad die het nu is. Heren. Hier wordt de basis gelegd voor het moderne kapitalisme. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. En vaak is het daardoor ook lastiger om het nieuws te begrijpen.
Daarom maken we vanaf 9 september een nieuw journaal. Het NOS Journaal in makkelijke taal. Goedenavond allemaal! We gaan het weekend inluiden. Ik zou zeggen, boeren klaar, daten maar. Ik heb het hart van iemand anders. Ja. Voel je dan direct anders? Ja. Liefde is belangrijk, jongens. Ze hebben allemaal een verhaal. En dat verhaal ga jij met iedereen hier delen. Wat maakt het voor jou het waard om dit te doen? Ik ben trots op u dat u zo goed voor ons zorgt. Ik vond het bijzonder dat je je verhaal hier wilde vertellen. Dank je wel. Ik en mij. Alle opvangtoeslag die we hebben gekregen vanaf day one. We hebben het hier over grootscheepse, georganiseerde fraude van honderden miljoenen. Ze kunnen toch in bezwaar? Ja, ze moeten gewoon even hun advocaat bellen. Wij hebben er langs staan. U ontvangt geen kinderopvangtoeslag meer voordat wij uw aanvraag hebben beoordeeld. Dus een foutje van €244 resulteert in een sanctie van 12.000. Schulden, betalingsachterstand. Het is allemaal nep, ze moeten ons gewoon hebben. Je stopt de data in en er komen daders uit. Met de leukste camping van Nederland. Meestal zo'n 40, 45 man. Nou, ik ga het zwembad schoonmaken. Weer vloeiend doen ze hoog tegen het zozeer. Valdans kwam als idee van een Duitser. En toen dacht ik, ja, dat is leuk, dat gaan we ook doen. Zo. En gay mannen zijn meestal wat tuttiger dan, zeg maar, zoals het hoort. En dat maakt hier niks uit. Jolene, 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 Jolene. She is an example to all people. Her music is kind of what saved me. Het is gewoon mooi wat we allemaal meemaken, toch? Het is allemaal zo oprecht en zo. I farted for president. Ik zit te kijken, maar ben je nou al begonnen? Ja, staat er niks in over... Staat helemaal niks in bar over... Bar laat, laat maar, bar slecht, nee, nog niets kunnen vinden. Ik ben nog helemaal niets tegengekomen. Maar goed, we zijn wel aan de slag nu. We zijn aan de slag. Jij bent vanavond aan de beurt? Ja, elke dag, van maandag tot en met donderdag. Elke week weer, Bar Laat, Bier en Vara, NPO 1. Met de klok, van 10:15. En daarom heet het? Bar Laat. Zo laat is dat toch ook niet? Helemaal niet. Jullie hebben misschien gemerkt dat het niet lekker gaat tussen papa en mij. We gaan uit elkaar. Wat is dit nou voor onzinnige blokkeeractie? Ze heet Lianne, ze is echt geweldig. Doe maar. Hé. Hey. Ik heb zo'n cyclus-app. Wat zegt je app nu? Luiers kopen? Ik vind het niks dat alles hier door stadsenpassers kapot wordt gemaakt. Kakboeren! Ze zouden dus moeten weten wat ze allemaal niet weten. Vanavond deze kwestie. Ouders van Utrechtse studenten die slachtoffer werden van zogenoemde banga-lijsten. Welkom, hè. Heeft u er zin in? De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Hebben jullie er een beetje vertrouwen in? Waarom hebben zij 80 betaalpassen opgestuurd? Nou, goed voorbeeld het volgende. Tweelingen, nou komt ie. Hoe verwerk je verdriet op de koelafdeling van een supermarkt? Je goede kant was het eigenlijk de achterkant, maar dit is... Ja. Lelijk ding, hè? What's your name, sir? Ebi Idogunkoya. Where does that come from? From Nigeria. I'm actually Nigerian myself, Nigerian-British. Yeah, British, okay. Sometimes I feel a bit of a fake Nigerian. Yeah! I don't know, maybe I romanticize the idea of feeling culturally connected to a place way more than I should. In elk museum vind je een verborgen wereld die normaal gesproken niet toegankelijk is. Een leger van experts werkt hier als ware schatbewaarders. Ik heb echt een band met een aantal objecten. Ze restaureren zeldzame wonderen. Het wordt wel een ingewikkeld klusje. En brengen meesterwerken tot leven. Het gevoel dat je deel uitmaakt van die geschiedenis. Twee ambitieuze zonen uit onze toen nog jonge republiek trekken 2 jaar kriskras door Frankrijk en Engeland. Een broederavontuur zonder weerga. Anger, trek de rapier. En die kruisen dan als het ware hier het wereldtoneel. Ze hebben alle prominenten die er op dat moment leefden ontmoet. 3 moordwapens.
die gebruikt zijn bij 3 historische moorden in de Nederlandse geschiedenis. Hoe kwamen de moordenaars aan hun pistolen? Welke route heeft het wapen afgelegd voordat het werd gebruikt om 3 ontwrichtende moorden te plegen? Vrijheid van meningsuiting is één en ondeelbaar, dus die geldt werkelijk voor iedereen. Hij was soms niet te houden. Dat is super beledigende. Dat is een genot. Verschrikkelijk gewoon. Ik denk dat de fundamentalistische islam een groot gevaar is voor de vrije wereld, ja. Hoeveel gasten hebben we in huis? Welke serviezen zijn inzetbaar? We oefenen ook altijd voor het diner, omdat elk diner eigenlijk toch een beetje anders is. Andere gerechten en andere mensen. Het moet voor ons een 10-plus zijn, omdat als de gast de zaal in komt, echt de beleving krijgt van, oké, dit is echt fantastisch waar ik ben. Wat als ik in de 17e eeuw de Dam was overgestoken? Zou er iemand raar opkijken? We zien de indeling van een slavenscheep. Op Delfsblauw zie je gewoon alleen maar mooie taferelen, maar dit is ook een Nederlands tafereel geweest. Fijn dat jullie er allemaal zijn hier aan tafel. Ja, ik heb zojuist 4 uur in de make-up moeten zitten om er nog een beetje toonbaar uit te zien. Noem 3 van de grootste hits van Taylor Swift. Kan ik niet. Zou u mij dan graag als premier zien? 6 september, de allereerste Café Kokkelman. Dat nieuwe politieke programma op NPO 2. Kwart over 10. Man, natuurlijk! Om slaafgemaakten van de plantages in het zuiden naar vrijheid te smokkelen, was er een ondergronds netwerk van verzet. De Underground Railroad. We leggen dezelfde tocht af als de slaafgemaakten toen deden om het vrije noorden te bereiken. Op zoek naar de mensen die zich inzetten voor een gelijkwaardiger Amerika. But the whole Black Lives Matter stuff is of course a gigantic scam. Dat is vet, Jamie. Nee. Je hebt ook geen hier of sheer op je Insta staan. Tegen je huid? Dat gaat niet. Dingen die erin zitten, die komen dan niet uit Polen. Jij hebt toch een gesprek met hem gehad? Ja. Ja. Nog wilde plannen vanavond? Je bent ook een mens van meerdere lagen, jij. Een muzikale spekboek. Erik en jou wel een soort linkse inborst. Ja, en woede over alles. Ja. Dit is mijn kamer. Schrik niet van de bende. Oh, dat is wat we ruiken nu. Ja, dat denk ik. Zo voel ik me dan. Als een nobody. Een jaar ellende. En dan nog steeds denken dat het me gaat helpen. Dat is achterlijk. Als je helemaal alleen op een plekje gaat liggen waar geen mensen komen, heb je ook geen hulp. Echt. Wie gaat mij helpen wanneer ik hier beneden lig? Niemand. Doe je broek uit. Alleen je broek hoor, je onderbroek hoeft niet. Wij hebben dingen meegemaakt op de Keilerweg wat heel veel mensen niet meten. Gaat het? Voorlopig heb ik 307 euro in mijn zak. Dus ik hoef voorlopig met mijn benen niet bij te doen, ik hoef niet te neuken. Wat doe je nou? Blijf van me af! Nou ja, ik denk inderdaad dat je het randje van het leven altijd een beetje opzoekt, dat je dan ook wel bewust bent van de dood. Zij zei ze altijd wel van, ik heb gewoon zo'n gevoel dat ik niet oud word. Dus bij deze alvast hoe ik mijn begrafenis wil. Als het eerder komt dan verwacht. Voor ieder komt er een einde. En dit is die van mij. Het schijnt dat Aziaten een ontzettende strakke magische kut hebben die altijd wel lustig is. Ik wil eigenlijk wel eens dat u dit medisch gaat onderzoeken. Ik wil dat wel doen. Nou. Vliegen we er maar in. Nou, meneer Hoebeke, wat is uw medische oordeel? Oei. Oh, 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 oh. Hé? Oh, 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 oh. Wij hadden geen dag later moeten komen, mevrouw. Scheurgras. Ik dacht, nou komt het erop aan. Nou of nooit, nou kan je wat doen. Arie Temmes, nou kan je wat doen voor het vaderland. Dus ik zei, nou is de baanhoofd. Gaan we dan lopen of blijf ik hier staan? Nou nee, ja, ik dacht dat jij echt verder ging lopen. Wat vond u daarvan? Ja, ik vond het geweldig. Spectaculair. Het is ook spectaculair. Overweegt u nu een reis naar China? Nee, helemaal niet. Hey. Hoi. Ja, leuk dat je er bent. Het lijkt me superleuk om met iemand te eindigen waar ik samen mee mijn tijd kan spenderen. Als ik me niet verbind met iemand met wie het echt fijn voelt, ja, dan doe ik het liever niet. Trimbaan op? Ja, dat moet wel. Oh, oh mijn god. Ik had een heel goede band met mijn vader. Door de oorlog is die gebroken dan. Ja. Waar was je verslaafd aan? Eigenlijk alles wat me een beetje van de wereld afbracht. Ah!
voor me. Ik droom hier al mijn hele leven op die meid hier. Wat machtig mooi. Jij bent het. Ja. Ja. Nou, je moet ook een beetje jezelf beschermen, schoen. Bobby staat in brand. Hey. Hey. Hoi, hoi. Wij zijn de Party Crew en wij zijn weer helemaal ready om een nieuw feest te bouwen. Movie night. Op vier, schaar. Hé, hey, dit is veel te moeilijk. Paars. Kijk, Madeline. Irene, is het waar? Kom je weer op tv? Alleen mijn stem. Ik doe er voor je over. En nou wegwezen. Hoe is het om een eetstoornis te hebben en hoe kom je er vanaf? Ik weet niet of het echt zo is, maar ik vind dat ik best wel vol ben. Echt te veel, mam. Ik ga het niet eten. Thijs, ik wil dat je 3 happen neemt. Nee! Omdat ik bang ben om dingen te eten, eet ik veilig. Frikandel is mijn favoriete eten. Was this is Afrika? Heeft er ID-nummer, we hebben er DNA af kunnen nemen, dus top. Chap. Gaan we verdoven. Ik wil gewoon even goed kijken hoe het met haar gaat. Als je kijkt naar de tanden, kijk ook goed. Lekker man. It's time for Africa. Can it be a rubber scout? Niet iedereen die doodgaat heeft toch ergens spijt van? Dat zou je verbazen. Ik heb een geest gezien. Wat? Bijna iedereen heeft wat iets om ongelukkig over te zijn. Ze hebben spijt, ze zijn boos. Wij kunnen ze helpen om toch rust te vinden. Nou, schijt het. Actie. Jij hebt makkelijk praten. Jij bent al dood. Ik wil dat oma hier blijft. Je oma redt zich wel. Wij brengen u naar Albatros. Ons nieuwe zorgpersoneel. Het lijken wel robots. Uw kleindochter Maud, is die hier geweest? Geloof me nou, het klopt hier niet. We moeten weg hier, zo gauw mogelijk. We maken een plan. Action! Waar blijven jullie? Tadaa! Pap, je gaat me echt niet voor nul zetten, hè? Is uw vrouw op dit moment op de boerderij? We zijn gescheiden. Zal ik anders een keertje... Oh, ik ben dus wakker geworden met dit. Ah, wat heb ik ook je gezegd? Mijn eerste puist. Mama, ga voor jou bellen. Kom terug, vader. Dat is wel. Kijk naar mijn vinger. Leg hem erop.